1, 2, 3. Een, twee, drie. Eén, twee, drie. Hallo.
Alsjeblieft, goed. Blijf gewoon staan. Ik weet niet wat er is. Oh, dat hadden we vorige keer ook een keertje. Dat hij bleef staan. Oh, dat is zo. Maar met deze gaat het ook niet met die telefoon. Ja? Met deze gaat, maar het geluid is niet goed. Het geluid is niet optimaal. Dan moet de hele app afgesloten. Maar... Heb ik al geprobeerd. Oh. Alsjeblieft. Por favor. Oké, als het niet werkt, dan moeten we hier blijven. Ik weet het niet. Ja, dan moet het zo. Wat kunnen wij doen? Wat kan ik doen, mijn god? Kom op. Wat kan ik doen? Wij doen het hiermee. Eén, twee, drie. Twee, drie. Het is wat het is.
deze afstand van jou staan. Dan staan we ver van elkaar. Je hebt corona gehad, hè? Ik heb het ook gehad. Dus we zijn veilig klaar. Dus dan mag jij echt wel wat dichterbij staan, zodat je goed wordt opgevangen. En ik heb genoeg volume, dus mij pakt hij wel. Dus ga maar gewoon even dat je hier gaat staan. Ja. En dan komt hij helemaal goed.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Jullie kunnen plaatsnemen. Aan het begin van deze Eucharistieviering, die wij vieren voor de zielenrust van onze dierbare Jan, wil ik de kleinkinderen uitnodigen om naar voren te komen en de kaarsen rond de kist van opa aan te steken. Beste Martijn en Veronique, Thomas, Marjolein en Roelof, beste kleinkinderen Liane, Angelina, Joël, Simeon, Sophie, Louise en Tamen, beste familie en vrienden van Jan Christ. Ik wil jullie allen vandaag hartelijk welkom heten bij deze heilige mis, waarmee wij afscheid van jullie dierbare vader, schoonvader, opa en vriend Jan zullen nemen, die in de nog redelijk jonge tijd, leeftijd van 71 jaar, in de Heer is ontslapen. Persoonlijk wou ik zeggen dat ik heb de genade gehad om Jan een beetje te leren kennen. Ik ben opnieuw in deze parochies. En vooral de genade gehad om hem de laatste sacramenten te geven, de ziekenzalving. En ik kan mij heel goed voorstellen dat deze laatste weken heel confronterend voor jullie waren als familie. En ik weet het, want zelfs voor mij, die alleen maar twee keer bij hem ben geweest, het was ook voor mij confronterend. Ik wil zeggen dat toen ik bij hem ben geweest en ik vroeg hoe het met hem ging en dergelijke, ik zag daar een man, fors, flink, wel aan de zuurstof. En ik vroeg hem, heb je pijn? Hoe gaat het met jou? En hij zegt, op zich doet mij nergens pijn. Ik voel mij goed, een beetje zonder lucht en zo. Maar verder gaat het goed. Aan de buitenkant had ik gedacht misschien, oké, hij heeft veel kansen om het te overleven. Maar toen kwam Martijn en vertelde hoe ernstig dat zijn situatie was op dat moment. Dus het was confronterend voor iedereen van ons, ook voor mij. Maar na twee of drie dagen, nadat hij in het ziekenhuis is geweest, heeft God goed gezien om hem op te nemen in zijn hemelse koninkrijk. En dat is dus wat wij vandaag vieren in deze Eucharistieviering. Want ondanks de pijn en het verdriet die jullie allemaal ervaren en hebben op deze dag, ik hoop van harte dat de
dat het gevoel van dankbaarheid de overhand kan nemen in deze Eucharistie. Want niet voor niets heet de heilige mis wat wij vieren Eucharistie. En het betekent iets anders dan, het komt uit het Grieks, goed spreken, goed praten, betekent dankzeggen. En dat is wat wij willen doen in deze heilige mis. Wij willen God dankzeggen voor het leven van deze bijzondere man. Voor het leven van jullie vader, schoonvader, opa en vriend Jan. We willen God dus niet alleen maar danken voor de mooie tijd en de mooie dingen die jullie als familie en vrienden met hem hebben meegemaakt, maar misschien ook voor de moeilijke momenten die jullie samen hebben doorstaan. Dankbaar voor het leven die God aan hem gegeven heeft. En juist omdat de dankbaarheid goed aan te pas komt in deze Eucharistieviering, is het dat ik het woord wil geven aan Marjolein, die vanuit deze plaats een woordje wil zeggen over Jan. Die kan naar voren komen. Lieve pa, mijn vader, waar ik zo trots op ben, ik zou niet anders willen. Want jij, pa, hebt mij, Thomas en Martijn, samen met mijn pa, opgevoed. Mijn vader werkte hard, door de week, op de vrachtwagen. Zowel binnen als in het buitenland. En het weekend was je thuis bij je gezin. Ook mochten wij af en toe in onze vakantie met jou mee. Samen door Nederland, België, Duitsland of Frankrijk. Ik vond dit altijd erg leuk. En ook gingen wij elk jaar op vakantie. En vaak was dit Frankrijk. Namen we een grote tent mee. Wat soms enige frustratie bracht bij het opzetten. Maar genieten deden we zeker. Bezochten mooie plaatsen en aten zo lekker. Als ik mezelf de vraag stel, waar genoot mijn vader nou van? Je gezin, je vrouw, je kinderen. Het samen zijn, het zien dat het goed gaat met je gezin. En als wij, mijn vader, om hulp vroegen, stond hij altijd voor ons klaar. Niet alleen voor ons, maar voor veel meer. De gemeenschap Emmanuel, waar je zeer dienstbaar was. Of in de kerk, je hielp altijd wel mee. Van collect ophalen tot oud papier ophalen. Maar toen je met pensioen ging, waren wij bang dat je in een soort gat zou vallen. Niks te doen zou hebben. Maar dat hadden wij mis. Jij pakte alles aan. Wat ik eerder al zei, zeer dienstbaar. Maar dat was het ook. Jij wilde graag onder de mensen zijn. Praat je hier, grap je daar. En je trots, ja. Dat waren je kleinkinderen. Lianne, Angelina, Joelle, Simeon, Sophie, Lois en Tijmen. Die zorgden jou een glimlach. Opa, kom je kaarten? Opa, kom je een stukje wandelen? Opa, wanneer gaan we samen weer een spaghetti maken? En toen stierf ma. Wat een verlies. Wat een verdriet. Wat een klap. Maar wat kreeg jij steun. Maar na een poos kreeg je het moeilijk. Je werd eenzaam. Je vond het lastig. Klagen, homer. Toen kwam je met het idee
dat Martijn je naar Limburg wilde halen. Kom daar echt, in een chaletje, op het terrein van Martijn. Wat vind jij, vroeg je. Pa, doe wat jij vindt dat goed voor je is en ik zal je steunen. Na een hoop geregel kwam je chalet en je verhuisde naar echt. Het was even bijkomen, maar wat knapte je op. Je kreeg veel hulp en je ging ervoor. Toen kreeg corona jou te pakken. Je werd ziek, heel ziek. Het ging niet meer, hoe graag je ook wilde. We namen afscheid, één op één. Ik heb nog kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Je stierf vredig, maar wat doet het pijn? Hier is mijn moeder en nu mijn vader. Veel te vroeg. Het is niet eerlijk. Het doet pijn. Maar ik ben trots, pa, dat jij mijn vader mocht zijn. Ik hou van je. Geef me een dikke knuffel van me. Rust zacht. Beste familie, beste vrienden van Jan, we hebben gehoord enkele dingen over zijn leven en wij proeven inderdaad het verdriet die jullie vandaag ervaren. Maar zoals gezegd, hopelijk deze eucharistievering en vooral het geloof ons vandaag kan helpen om over te gaan naar deze dankbaarheid. Hè? Omdat toch hebben jullie deze man van de aanwezigheid, van de liefde, van het leven van jullie dierbare Jan genoten. Daarom wil ik jullie uitnodigen om samen of actief deel te nemen aan deze Eucharistie. Door de gebeden mee te bieden, door te luisteren naar de lezingen, door te luisteren naar de preek, naar alles wat wij hier gaan doen. Als ook een teken dat wij elkaar willen steunen door het vieren van deze mis. Ik nodig jullie uit dus om samen de schuldbeledenis te bieden, te erkennen dat wij mensen zijn met onze zwakheden, met onze tekortkomingen en dat wij om God willen vragen om vergeving, om geduld, om zijn barmhartigheid. Bieden wij samen. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden, gedachten, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. Heer, gij zijt barmhartig en vergevingsgezind. Wij bidden u voor Jan Christ, die gij tot u geroepen hebt. Herinner u zijn Gods vertrouwen en geloof. Leid hem het eeuwig vaderland binnen en maak hem voor altijd gelukkig. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der eeuwen. Jullie kunnen gaan staan en laten wij dus luisteren naar de lezingen bij deze gelegenheid. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Al spreek ik met tongen van engelen en mensen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. De liefde is langmoedig en goedertieren. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet. Zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om schone schijn. Zij zoekt zichzelf niet. Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt er vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen. Tongen zullen verstommen. De kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk. En stukwerk ons profiteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft dat onvolmaakte afgedaan. Thans zien we in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie, maar de liefde is de grootste. Woord van de Heer. Wij danken. Mijn ziel vindt haar rust, Heer, bij u. Mijn ziel vindt haar rust, Heer, bij u. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u. Mijn ziel vindt haar rust hier bij u. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart. Steeds hou ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Mijn ziel vindt haar rust, Heer, bij u. Daarom kan ik vrolijk en blij van geest. Daarom kan ik rustig gaan slapen. Mijn ziel laat jij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. Mijn ziel vindt haar rust, Heer, bij u. Gij
zult mij de weg van het leven wijzen. Om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Mijn ziel vindt haar rust hier bij u. Mijn ziel vindt haar rust hier bij u. De Heer zij met u. En met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Lof zij Christus. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: te Bethlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: en gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijze en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Ze gingen het huis binnen, zagen er het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Gods wegen gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.
Woord van de Heer. Wij danken God. Goed, beste familie en beste vrienden van Jan. Om eerlijk te zijn, ik vond het een beetje moeilijk om deze uitvaart voor te bereiden. Maar niet zozeer vanwege gebrek aan woorden of gebrek aan informatie of gebrek aan wat je ook kan voorstellen. Maar juist omdat ik vandaag zoveel zou willen zeggen, want ik werd ook aangegrepen door deze gebeurtenis, op de manier hoe hij is heen gegaan, dat ik heel veel zou willen vertellen op deze dag. Maar maak je geen zorgen, ik ga geen lange preek houden. Ik zal proberen om mij een beetje in te houden, zodat ik niet al te lang preek. Ik wil eigenlijk twee dingen zeggen en dat heeft te maken met de lezingen die wij zojuist hebben gehoord. Het eerste is dat wij bij de eerste lezing misschien hebben deze lezing gevonden een beetje ouderwets. Want er wordt gesproken over sommige voorbeelden die wij niet meer gebruiken. Daar stond, al sprak ik met de tongen van de engelen. Of al had ik de gave van de profetie. Of al gaf ik prijs, mijn lichaam prijs aan de vlammen, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Wij vinden het een beetje ver van ons. Ver van ons, van ja, dat is ouderwets, dat is van vroeger, maar nu niet meer. Maar ik denk, beste mensen, dat het kern van deze eerste lezing bleef nog steeds van kracht heden ten dagen. Want deze lezing raakt drie aspecten van het menselijk leven. En dat is het hebben, het kennen, dus je verstand, en het zijn of het doen. Daarom misschien een wat modernere vertaling zou kunnen zeggen, zoiets als, al ben je iemand die veel dingen bezit en die het misschien altijd veel dingen in dit leven hebt vergaard, als je de liefde niet hebt, heb je niets. Of al ben je iemand die heel veel dingen weet, veel kennis hebt vergaard in de loop van de jaren, als je de liefde niet hebt, baat het jou helemaal niets. Of, al doe je geweldige dingen in het leven en bereik je heel veel, maar zonder liefde ben je niets. Heel sterk is dit woord, beste mensen. Want deze lezing zegt eigenlijk dat de liefde, liefde hebben, liefde te kunnen geven, is het enige wat werkelijk telt in ons leven. Al het andere, hoe belangrijk het ook kan zijn in ons leven, hoe nodig het ook dat het is, is bijkomstig. Bijkomstige zaak. Hè? Maar de liefde staat centraal. En ik wou grijpen aan een ervaring die jullie als familie hebben opgedaan in deze afgelopen tijd, in het bijzonder de laatste weken, of weken, ja, voor de dood van Jan. En het is het volgende. Want jullie hebben gezien dat Jan, daar waar hij woonde, niet meer de oude was, om zo te zeggen. Jullie zagen dat alleen te zijn in zijn huis hem niet zo goed deed. Daarom hebben jullie met elkaar overlegd, gesproken en dergelijke, om een keuze te maken om iets te doen voor jullie dierbare Jan. En dat was, misschien is het beter dat pap niet alleen thuis blijft, maar dat hij ergens gaat verhuizen. En na veel heen en weer spreken en overleggen, werd het ervoor gekozen dat hij hier naar Limburg zou komen. Natuurlijk was het de vraag, zou hij hier in dit land kunnen aarden? Zou hij zijn gewoontes, zijn dingen, ja, daar kunnen achterlaten? Het bleek van wel. Het bleek van wel. En dat was iets moois om mee te maken. Dus hij is hier naartoe gekomen. Maar het belangrijkste is dat hij heeft natuurlijk al jullie aandacht gekregen. Ook toen hij daar alleen woonde, hebben jullie hem gebeld, hebben jullie hem bezocht, hebben jullie zorg voor hem gedragen enzovoort. Maar hij had ook deze fysieke contact nodig. Dat is zo uiteindelijk gebleken.
En dat was doorslaggevend voor zijn leven, want dit heeft hem zo goed gedaan om hier te kunnen zijn. Dat hij kon genieten van de bijstand, van jullie bijstand. Heel concreet daar waar hij de laatste weken van zijn leven heeft doorgebracht. Heel kort, ja, heel erg kort. Jullie hadden gehoopt op een langere tijd bij jullie, maar het was de tijd die God jullie gegeven heeft. Maar goed, waarom zeg ik dit? Ik zeg het omdat jullie hebben deze ervaring opgedaan van wat de liefde kan doen met het leven van een mens. En het is geweldig. Het is geweldig. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Want inderdaad, je hebt kunnen zien, of jullie hebben kunnen zien, dat het leven verandert, dat de liefde verandert het leven van een mens. Dat is de werkelijkheid. Dat hebben jullie meegemaakt met Jan. Hij begon beter, hij had weer zin in het leven, hij wilde weer dingen ondernemen, zelfs een paar kilo's afvallen was hij van plan. Het is hem niet gegund, maar oké. Hij was op de goede weg. Op de goede weg, dankzij deze liefde, ook jullie fysieke aanwezigheid, is hij bovenop gekomen. Daarom koos ik dus deze lezing, beste familie, beste mensen. Want de liefde wordt in deze lezing niet omschreven als een gevoel. Daar staat niet, liefde is een mooi gevoel. Of, liefde is vlindertjes te voelen in je buik. Liefde is niet romantisch elkaar aankijken en zeggen, oh wat fijn. Nee. Daar stond, liefde, liefde is langmoedig. Liefde is goedertieren. Liefde rekent het kwade niet aan. Liefde vergeeft. Liefde verdraagt alles en dergelijke. Aan de ene kant is hij mooi, want dat is wat de liefde is. Maar aan de andere kant kunnen wij zien hoe onze liefde ook tekort schiet. Tenminste zeg ik het voor mijzelf. Want hoe vaak ondervinden wij niet dat wij zo weinig geduld hebben in ons leven. Als iemand jou wegneemt van jouw comfortzone of zo, dan verliezen wij misschien ons geduld. Als iemand jou, hoe moeilijk dat het misschien is om niet kwaad te denken over iemand die misschien altijd dezelfde fout begaat. Vooral als je tiener kinderen hebt, altijd hetzelfde. Je zegt het een keer en twee keer, altijd onverdraaglijk, denk ik. Of hoe vaak misschien kunnen wij niet verdragen. Iemand die inderdaad ons irriteert, die inderdaad wij kunnen niet hebben. Het gebeurt ons. Maar goed, dat is onze kant om zo te zeggen. Maar voor ons als christenen is liefde dus niet een gevoel, maar het is een concrete persoon. En het is Jezus Christus. En dat is de blijde boodschap die wij vandaag vieren in deze Eucharistieviering. Want de enige die dit woord, die deze lezing tot het einde heeft volbracht, is Jezus. Want wij kunnen dat niet. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen dat pas doen in de mate wij de liefde van God hebben ervaren in ons leven. Dat is tenminste mijn ervaring. En ik denk, ik ken een beetje de familie van Martijn en van Veronique. En ik denk dat ik ook hetzelfde kan zeggen voor jullie. Dus waarom kunnen wij liefde geven? Waarom kunnen wij inderdaad niet alleen maar kijken aan onszelf en ons eigen comfort? Omdat wij hebben ervaren dat God liefde is. Dat God van ons houdt. En dat de liefde niet alleen maar een gevoel is. Want liefde is leiden met diegene die leidt. Liefde is je leven uitgeven, spenderen, zodat de andere gelukkig kan zijn. Het leven is het kruis van je dierbare ook op je schouders te nemen. En hem zijn kruis helpen te dragen. Precies zoals Christus met ons heeft gedaan. Dat is liefde. Dat is liefde. En dat is mijn ervaring, ook als priester, als christen, dat daar heb ik ook de liefde van God ervaren. Wel nu, beste familie en beste mensen, deze laatste dagen voor jullie waren een kruis, zeker weten, maar jullie hebben het ook samengedragen. En ik hoop ook dat jullie de wezen van God hebben ervaren, want ondanks de moeilijkheden die jullie hebben meegemaakt, was ook een mooie tijd die jullie alleen maar dichter bij elkaar heeft gebracht. En het tweede, misschien heb ik al een beetje lang gepreekt, maar ik wil nog een tweede punt maken en hiermee sluit ik af. Het is het volgende. Bij de voorbereiding van deze uitvaart heeft Veronique gevraagd of wij niet dit evangelie konden gebruiken. Het is een evangelie dat wij 3 weken geleden hebben gehoord bij de openbaring des Heren. En het is het evangelie van deze 3 wezen. Deze 3 mensen die komen uit het oosten, die volgen een ster.
En wij kozen dit evangelie niet zozeer omdat, zoals wij hebben gehoord, Jan een vrachtwagenchauffeur is geweest. Hè, en dat hij heel veel kilometers in zijn leven heeft afgelegd, zoals deze mannen, die ook hun vaderland achterlaten en heel veel kilometers doen om daarna Jezus te ontmoeten. Dus dat was niet de reden. Maar de reden, of wat ik wil zeggen, is dat wij hebben, of ik heb dit evangelie heel passend gevonden, omdat het ons herinnert om naar de hemel te kijken. Hè? Naar de hemel. Dat doet ons recht op te staan en te kijken naar de hemel. En wij doen dat heel erg weinig in ons leven. Hè? Want als deze mensen niet hadden gekeken naar de hemel en alleen maar bezig waren met hun dingetjes, waren zij nooit vertrokken uit hun comfortzone. Zij waren nooit tot ontdekking gekomen van Jezus, die hun leven zo radicaal zou veranderen. Daarom, beste mensen, wij zijn hier vandaag gekomen als passanten. Allemaal, iedereen van ons en ik als eerste. Maar dit evangelie herinnert ons dus dat wij pelgrims zijn onderweg naar dit vaderland die de hemel is. Dat wij geroepen zijn om inderdaad onze familie te hebben en vrienden enzovoort, maar dat wij uiteindelijk geroepen zijn om bij God te zijn. En daarbij helpt ons dit evangelie. Deze mensen maken heel veel moeilijkheden onderweg naar Jezus, als zij volgen de ster. De warmte van de woestijn, de droogte, de dorst, de honger, de gevaren van de rovers en dergelijke, maar zij houden vol en gaan daar naartoe. Bij ons is precies hetzelfde. Ik hoop dat wij vandaag, ondanks de moeilijkheden, ondanks het verdriet dat jullie vandaag voelen, dat wij kunnen kijken naar Jezus Christus. En het tot bewustzijn kunnen komen dat wij geroepen zijn voor de hemel. Dat God de dood heeft overwonnen. Dat God deze mens een betere toekomst heeft voorbereid. Zoals voor iedereen van ons die gelooft. Daarom, in dankbaarheid, kunnen wij deze Eucharistie verder vieren. Weten dat de dood niet het einde is, maar dat voorbij de dood God op ons wacht. Daarom, met deze hoop, met dit geloof, met dit vertrouwen, vieren wij verder deze heilige mis voor Jan. Amen. Ik nodig jullie uit om nu te gaan staan voor de voorbeden. En telkens weer zeggen wij samen, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Heer, wat er ook gebeurt in ons leven, u laat ons nooit alleen. Daarom richten wij nu met vertrouwen onze gebeden tot u. Wij willen u danken, God, ook in onze droefheid, voor het leven en de liefde die u aan Jan Christ geschonken hebt. Voor de welwillendheid, waarmee u zijn fouten en tekorten vergeven hebt. Neem hem nu op in de vrede van uw huis en laat hem voor altijd gelukkig zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wij willen u danken, God, voor Jan, die ons dierbaar was, voor alle vreugde die hij heeft gekend en voor alle lijden dat hij moedig heeft gedragen. Laat niets verloren gaan. Mogen wij voortzetten wat Jan aan goeds heeft voorgeleefd. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij bidden voor allen die Jan zullen missen. In het bijzonder voor zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Dat u hen zal troosten in hun droefheid. Hen uw hartelijke liefde toont. En hun geloof en vertrouwen vermeerdert. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven, vragen wij u het bewustzijn levend te houden. Dat wij geroepen zijn tot eeuwig leven. Wij danken u dat u geen God van doden bent, maar een God van levenden. U zult de naam van Jan Christ niet verloren laten gaan. Evenmin de naam van zijn overleden echtgenote Joke van Aken. Ontferm u over hen en brengt hen in uw koninkrijk. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Heer God, mogen ons gebed ten goede komen aan de ziel van uw gelovige Jan Christ. Maak hem vrij van alle zonden en laat hem delen in uw verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. Nu gaan wij over naar het tweede onderdeel van deze Eucharistieviering. Dat is de dienst van het altaar. Jullie kunnen plaatsnemen. Bid, broeders en zusters, dat mijn en jouw veraanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van onze God. Almachtige en barmhartige God,
reinig door dit offer Jan Christ van zijn zonden in het bloed van Christus. Je hebt hem gezuiverd door het water van het doopsel. Moge uw liefdevolle vergeving hem voor altijd rein maken. Door Christus onze Heer. Amen. Ik nodig jullie uit om te gaan staan voor de prefatie. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven God niet van ons af. Gij maakt het nieuw. Dat geloven wij op uw woord. En als onze aardse huis, ons lichaam, wordt afgebroken, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voor goed te wonen. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbieden wij u en zingen u toe met de woorden. Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stoort uw geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons geheiligd worden, tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen. Hij dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen. Hij dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak. Neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrijst. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat gij ons gegeven heeft, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en nu dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon.
en vragen met het aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk aan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap, rondom de bisschop van Rome, Paus Franciscus, onze bisschop Harry en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk Jan, die gij uit deze wereld tot u geroepen hebt. Hij is met Christus in het doopsel gestorven en herboren. Laat hem ook deelachtig worden aan zijn opstanding uit de dood. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met zijn apostelen, met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die we nu hebben aangegeven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Hier onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we nu gaan staan en als geliefde kinderen van God het gebed bidden dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons hier van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gezond door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Zal ik zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren, ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreekt en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, bewaar ons tot het eeuwig leven. Amen. Jullie kunnen plaatsnemen. Er is altijd een mededeling die ik geef voor de communie en het is het volgende. De katholieke kerk respecteert de geloofsovertuigingen van iedereen van jullie hier in deze kerk aanwezig.
Ik zeg het, want je hoeft je niet verplicht te voelen om ter communie te komen. Als je niet gelovig bent of aan een andere godsdienst of wat dan ook. Je mag ook blijven zitten. Hè? Dus het is niet dat de pastoor gaat kijken wie wel of niet ter communie komt. Hè? Als je, want je verenigt je ook met je ziel en met Christus en met de leer van de kerk. Dus als je naar voren komt om de communie te ontvangen, jullie doen het door de zijgangen, jullie lopen naar voren, daar zijn er desinfectiezuilen, dan moet je goed drukken en desinfectiemiddel goed inwrijven in de handen en doe dat niet tegen de kleding, want anders heeft het geen zin. Hè? Dus goed inwrijven, daarna doe je zo met de handen, wij zeggen het lichaam van Christus en ik vraag vooral om de hostie ter plekke te nuttigen en niet weg te lopen met de hostie in de hand. Dank jullie wel. Thank you.
Laat ons bidden. Heer onze God, uw Zoon heeft ons in het sacrament van zijn lichaam voedsel gegeven voor onze uittocht naar het eeuwig leven. Geef goedgunstig dat onze broeder Jan Christ door de kracht van de Eucharistie voor eeuwig mag aanzitten aan de tafel van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Wij gaan zo meteen over naar het derde onderdeel van deze uitvaartdienst en dat is het gebed van het Absoute. Wij gaan eerst naar een lied luisteren. Jullie kunnen nu plaatsnemen. Ik ga mij omkleden en daarna kom ik voor de laatste onderdeel van deze heilige mis. Om de laatste afscheid van onze dierbare Jan te nemen, wil ik jullie uitnodigen om te gaan staan en met mij dit gebed te bidden. Als het gebed, er is een korte beurtzang die jullie met mij kunnen bidden. En de woorden zijn, neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Dus ik doe eerst een gebed. Daarna wordt het lichaam van Jan besprenkeld met water en daarna bewierook met wierook. En daarna bidden wij samen dat gebed. En het refrein zal zijn, hier neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Dat kunnen jullie samen met mij bidden. Na in geloof te hebben gebeden voor Jan, willen wij hem nu onze laatste groet brengen. In dit vaarwel klinkt de droefheid door van het afscheid, maar het heeft ook een hoopvolle klank die ons troost. Wij zullen Jan terugzien en weer genieten van zijn vriendschap, want God is barmhartig en goed. Eens zullen wij onze verbondenheid, waarvan wij in deze kerk vol droefheid afstand doen,
met vreugde opnieuw beleven in het Rijk van God. Laten we elkaar troosten dan door ons geloof in Christus. Als ik het lichaam van Jan besprenkel met het water, kunnen wij samen in onze Vader bidden en bij de bewierroking kunnen wij een wijze groetje bidden. Goede God, wij vertrouwen u deze geliefde mens, Jan Christ, toe. Nu hij is aangekomen bij de toegang van uw huis. Daarom zeggen wij samen, Heer, neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Heer, neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Moge het licht van uw aangezicht altijd voor hem schijnen, nu de duisternis van de dood hem aan onze ogen onttrekt. Heer, neem hem uw woning. Want wij hebben hem lief. Hij is toch uw kind vanaf het begin van zijn leven, toen hem door het water van het doopsel uw leven werd geschonken. Heer, neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Jan, wij zeggen u tot ziens bij de Heer, tot op de blijde dag waarop wij u zullen weerzien. Heer, neem hem op in uw woning, want wij hebben hem lief. Heer, aan u vertrouwen wij toe de ziel van Jan Christ. Hij is gestorven voor deze wereld. Laat hem leven voor u en reinig hem in uw liefdevolle barmhartigheid van zonden. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Goed, beste familie van Jan, beste vrienden. Dit is het einde van deze plechtigheid. Maar wij kunnen afscheid van Jan hier in deze kerk nemen, oké? Dus wij gaan zo meteen luisteren naar het slotlied. Ik wil jullie vragen om zo meteen ook te gaan zitten. En daarna zullen wij luisteren naar een lied die zoon Thomas heel graag wilde ook horen. Wij gaan ook er naar luisteren, maar dat doen wij dan zittend, oké? En pas als het lied is afgespeeld, dan gaan wij in een kleinere stoet naar achter met de familie ook. Dan krijgen jullie het kruis dat hier in deze kerk blijft als herinnering aan Jan. Dan kunnen jullie ook ophangen. En daarna worden jullie in de gelegenheid gesteld om ook afscheid van Jan hier in deze kerk te nemen als hij achter in de kerk is. Okay? Dus ik zou zeggen heel veel sterkte voor jullie vooral. En goed. Wij zien elkaar nog een keer, oké? Goed. Nogmaals, heel veel sterkte. Wij kunnen nu luisteren naar het slotlied. Thank you.
Thank you.